Hans-Peter Minderhout. Met ex-queen Nadine hebben samen de felbegeerde derde plaats in het Nederlandse dressuurteam gekregen. Dat maakt samen met Imke Schellekens-Bartels, die zal rijden met Hunter Douglas, en Ankie van Grunsven met IPS Salinero een superteam. Ik denk dat we een van de beste teams hebben ooit op een Olympische Spelen. Dus ja, we gaan er met redelijk behoorlijk zelfvertrouwen naartoe. Ben je tevreden met het team? Ik ben heel blij met het team. Ik denk het team wat nu dus meegaat, die drie hebben vorig jaar ook op het Europees kampioenschap goud gehaald. Dus wat dat betreft hebben we alle drie wel bewezen dat we mentaal wel sterk genoeg zijn om onder druk te kunnen presteren. Het zijn drie goede paren. Maar voor alle drie geldt dat we het daar moeten doen. Maar ik ben wel blij met hoe het nu allemaal gelopen is. Veel vertrouwen en gezonde spanning bij de drie Europese kampioenen van Turijn. En wordt die spanning misschien een van hen of een paar te veel, dan is er nog altijd de reserve Adelinde Cornelissen met Parsifal. Voor mij is het eigenlijk nog een superplek. Ik bedoel, natuurlijk was ik liever derde geweest. Maar ik ben eigenlijk anderhalf jaar geleden pas begonnen met Grand Prix rijden. Dus wat dat betreft... Gaat het eigenlijk heel snel? Ja, 4 jaar geleden reed ik nog gewoon in de basiswedstrijden rond. Dus wat dat betreft is het echt supersnel gegaan. De ploeg is bekend, het traject al uitgetekend. En aan de horizon van het verre Hongkong gloort volgens velen een medaille. Alleen de kleur, die is nog onbekend. Als iedereen zo rijdt zoals we allemaal in Gelderland reden, dan moeten wij denk ik gewoon echt een gouden medaille kunnen halen. Dus. Ik denk dat wij met een hele goede teamspirit richting Hongkong zullen afreizen. Het wordt toch spannend. Het gaat over 3 dagen en ik heb sterke concurrentie, dus het moet allemaal maar gebeuren. Als het zilver wordt, dan ben je teleurgesteld. Ja, dat weet ik ook niet. Als het niet anders is, dan is het niet anders, maar daar gaan we zeker niet voor. Maar als het brons zou worden, dan ook al is het mijn eerste Olympiade en mijn eerste medaille, dan zou het wel een teleurstelling zijn. Ja.